Voor de Suriname Hospitality and Tourism Association, SHATA, was 2019 een jaar van overleving. Dit zei SHATA-voorzitter Mark Waaldijk afgelopen vrijdag tijdens de New Year's Cocktail Party van de organisatie. Hij gaf aan dat SHATA in 2020 samen met de overheid zal moeten werken aan de verdere ontwikkeling van de toerismesector. Volgens Waaldijk kan deze sector niet alleen door de private sector of de overheid vooruit worden gebracht. Hij vindt de samenwerking tussen de twee partijen van groot belang voor de ontwikkeling van de toerismesector. En dus wordt het en blijft het een PPP-beleid, om het zo op zijn Surinaams te zeggen. Iedereen doet zijn dingetje, maar we gaan heel stapvoets vooruit. 2020. Ik denk dat we 2020, wat ons betreft, in de focus moeten plaatsen van eindelijk de toerisme in place hebben en het toerisme boord. Ook daar zal de overheid moeten meewerken, want zij moeten het juridisch kader aanleggen en wij kunnen dan binnen dat juridisch kader opereren. We hebben iets gedaan als stadden en normen in het afgelopen jaar. Dat gaan we verder ontwikkelen. We weten dat we nooit toerisme, mass toerisme zullen hebben. En we zullen dus niche markets moeten ontwikkelen. Waaldijk haalde aan dat Suriname niet goed genoeg wordt gepromoot bij vakantiebeurzen. De keynote speaker van de avond was Rajesh Rajkumar, CEO van Suriname Airways. Hij haalde aan dat de SLM samen met SHATA in 2020 daarin verbetering wil brengen. De SHATA's New Year Cocktail Party is afgelopen vrijdag gehouden in Courtyard Marriott.